ben Henk. Men denkt. Het begint met luisteren. Het moet een samenspel worden. Eerst begrijpen, dan begrepen. Een vraag stellen kan goed. Ik ben zelf weggegaan. Men zei, is dat nou wel verstandig? Maar men denkt wel, maar niet altijd na. Ik ging gewoon. Bij Van Boeien woonde ik. In Assen, dat is een instelling. En ik was daar van 1956 tot 1999. Ik stond onder curatele toen. Ik moest er tijd naar bed. Oorlogsfilms mocht ik niet zien. En dacht dat ik het niet zou begrijpen. Er was een angst ook dat ik het na zou doen. Ik ben zelf weggegaan. Mijn ouders zeiden, komt dit wel goed? Maar sinds die verhuizing van Assen naar Wolbach is mijn leven totaal veranderd. Ik woon zelfstandig. Je moet wel de juiste mensen hebben. Eens. Ik voel geen wrok. Ik zal geen schop nageven ook. Misschien zagen ze wel, maar hebben ze er gewoon niets mee gedaan. Maar dat kan meer dan men denkt. Op mijn 55ste kreeg ik mijn eerste bankrekening. Ik kon het zelf. Vroeg hulp als het nodig was. Ik probeerde gewoon, soms een paar keer, maar dat mag. Tijd rust nemen is belangrijk. Ik heb geen last meer van epilepsie. Bijna 65 jaar was ik toen men voor het eerst vroeg, wat wil je zelf? Ik wilde leven en dat doen. Weet je wat het is? De tijd is dood, want tijd verandert niet. Je kunt de tijd niet doden, de tijd jou wel. En men bestaat niet. Je kunt jezelf. Vragen mag, al is niet overal een antwoord. Wat ik vraag, kijk naar me als persoon. Naar wat ik wil en kan, waar ik goed in ben of beter in kan worden. Daarin meegaan, dat is alles. Schrijven kan ik niet. Maar ik heb wel een boek geschreven, Van Boeien Los, heet het. Mijn verhaal is vast. Lezen kan ik wel. Goed zo. Met de computer werken ook. Ik zit bij de LFB, een belangenvereniging. Ik werk er nog iedere dag. Zo ben ik bij de staatssecretaris geweest en in Genève bij de VN. Daar was het heel mooi. Ik was eens bij Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je het door hebt, zei hij. Ik zeg, als je een samenleving wilt, moet je het samen doen. Op een dag ga ik naar de koning. Of nee, hij komt bij mij. Ik drink graag een wijntje. Dan blijf ik wat langer op voor hem. In mei komt mijn film uit, Laat. Die is Engels ondertiteld. De première is bij Van Boeien. Dan keer ik terug. Het begint. Met last. Accepteren.